Welkom bij de eerste video in een nieuwe serie waarin we maandelijks 100 euro gaan investeren in cryptocurrencies. Juist met het idee om een portfolio op te bouwen van cryptocurrencies voor de lange termijn. En zeker ook nog vandaag terwijl ik deze video opneem, heeft Bitcoin bijvoorbeeld net 50.000 euro aangetikt. Opnieuw een record, maar dat is geen reden om nu niet te beginnen. Ik ga me toch richten op de lange termijn en dat wil ik dan ook vooral laten zien in deze videoserie. En zo krijg je iedere video het laatste nieuws, mijn mening en mijn visie. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Geef even een duimpje omhoog als je het kanaal wilt helpen en ook interesse hebt in cryptocurrencies. Maar laten we dan beginnen met deze video door te kijken van waarom ik deze serie nou ben begonnen. Want we horen het steeds vaker over crypto gaan, zelfs centrale banken en ook beursgenoteerde bedrijven zijn er inmiddels mee bezig. En de techniek erachter is gewoon zeer interessant voor de toekomst, tenminste, dat vind ik. Ik was al vrij vroeg erbij met crypto. Ik heb bijvoorbeeld nog meegemaakt dat Bitcoin voor het eerst de $1000 aantikte, dat was in 2013. Ook heb ik rond die tijd redelijk wat Ethereum gehad, maar toen was ik een beetje bezig eigenlijk zonder plan en uiteindelijk heb ik ook alles verkocht. En in 2017 had ik ze opnieuw. Maar toen ze eigenlijk in een week tijd verdubbelden van $1700 per stuk naar $3400 per stuk, heb ik ze weer verkocht. En ik denk ook niet dat ik ze had vastgehouden op dat moment tot het hoogtepunt van die $20.000 die we toen zagen. Maar anderhalf jaar geleden ben ik opnieuw begonnen met nu wel het idee om juist voor de langere termijn vast te houden. En de laatste 12 maanden heb ik er niet echt iets meer gedaan. Volgens mij ook niet heel veel meer ingelegd. Maar ik heb wel de waarde van mijn cryptocurrency met zo'n 500% zien stijgen. En net als met mijn aandelenportfolio wil ik nu juist laten zien hoe het gaat als je nieuw begint. En dan niet met 500 euro of weet ik hoeveel euro per maand, maar gewoon met 100 euro omdat het veel toegankelijker is. Het portfolio zal dan niet zo snel groeien naar hele grote bedragen. Maar het geeft denk ik wel gewoon een eerlijker en beter beeld, een beter voorbeeld. En ook kunnen we zien wat er kan gebeuren bijvoorbeeld op de korte termijn. Juist zoals gezegd, terwijl we nu dus wekelijks nieuwe records breken. Maar we weten allemaal dat cryptocurrencies best wel risicovol zijn en ook zeker volatiel zijn. Onderdeel van deze serie is om telkens het nieuws van de afgelopen maand te bespreken. Zodat het ook toegankelijk blijft voor de mensen die wel interesse hebben in crypto. Maar er niet dagelijks mee bezig willen zijn. Maar eigenlijk vooral erin geloven voor de lange termijn. Net zoals ik er eigenlijk in sta. En deze video ga ik het even iets anders doen, want nu bespreek ik waarom ik het interessant vind. Nou, een van de belangrijkste dingen wat je ook vaak hoort bij crypto, en zeker bij Bitcoin, is de schaarste. Want misschien heb je het wel gehoord dat afgelopen jaar 25% van de dollars die in omloop zijn, afgelopen jaar dus zijn geprint. En er is dus heel veel geld bij geprint of bij verzonnen, net hoe je het wilt zien, waardoor geld dat in de economie zat minder waard is geworden. Nou, normaal is de inflatie zo ongeveer 2% per jaar. Dus je geld wordt ieder jaar 2% minder waard. Dat merk je op zich niet, want een briefje van 20 euro is ook volgend jaar nog steeds een briefje van 20 euro. En kun je iets voor 20 euro mee kopen. Maar stel van die 20 euro kon je vorig jaar nog 8 broden kopen. Dan kan je er volgend jaar bijvoorbeeld nog maar 7 broden mee kopen. Dus daar kun je het wel aan merken. En Bitcoin heeft dus ingebouwd zitten dat er schaarste is. Oftewel, er zijn maar maximaal 21 miljoen bitcoins te minen. Op dit moment zijn er 18,6 miljoen in omloop. Dat kunnen we hier ook zien op de website van CoinMarketCap. En nieuwe coins die kunnen dan gemined worden. Dan moeten computers wiskundige formules oplossen. En als beloning kunnen ze dan bitcoin verdienen. Dat wordt telkens lastiger. En ook iedere 4 jaar vindt er een halving plaats. En dat betekent eigenlijk dat de beloning die een computer dan ontvangt voor die som op te lossen, dat die wordt gehalveerd. Nou, dat betekent weer dat er eigenlijk wel steeds meer bitcoins in omloop komen. Maar de hoeveelheid die wordt toegevoegd, die wordt telkens minder groot. En dat is juist in tegenstelling tot de inflatie die we zien bij het geld dat we kennen, het fiat geld. Waar eigenlijk alleen maar telkens meer geld wordt bijgeprint. En dit wordt als velen ook gezien als het voordeel van bitcoin. Omdat je het niet zomaar bij kunt maken. Net zoals bijvoorbeeld goud, dat kun je ook niet bijmaken. Je kunt hoogstens meer moeite doen om het te vinden. En dat is bij bitcoin dus hetzelfde. En ik zie bitcoin dan ook als een soort van store of value. Eigenlijk hetzelfde als bij goud. Ook daar doe je niet iets in om mee te betalen. Daar zit het geld eigenlijk vast om zijn waarde te behouden. En dat zie ik dus ook bij Bitcoin. En Bitcoin zie ik dan niet zozeer als een betaalmiddel. Een tweede belangrijke punt, en ook wel een beetje nieuws van de afgelopen tijd. Dat zijn de beursgenoteerde bedrijven. De afgelopen week heb ik bijvoorbeeld 2 video's gemaakt die met Bitcoin gerelateerd waren. Ten eerste was dat de video over Tesla, omdat Tesla Bitcoin heeft gekocht, werd bekend. En ook afgelopen maandag nog de voorspelling van ARK Invest voor Bitcoin de komende jaren. Dan kijken we naar Tesla die Bitcoin koopt. Dan heeft dat te maken met dat vorige week Tesla bekend heeft gemaakt, of bekend is geworden, dat zij voor $1,5 miljard aan Bitcoin hebben gekocht. En dit is best wel belangrijk nieuws om een paar redenen. Ten eerste zien we dat steeds vaker beursgenoteerde bedrijven geld in Bitcoin investeren. Dus in plaats van het geld op de bank te laten staan waar het geld kost, gaan ze dit investeren in bijvoorbeeld Bitcoin, omdat dit mogelijk nog meer, of überhaupt al rendement oplevert. Daarnaast zien we ook dat Tesla het gaat accepteren als betaalmiddel. Eerst voor de aankoop van auto's, dat doen ze nog wel op kleine schaal en in de plekken waar het wettelijk toegestaan is. Maar heel veel mensen denken ook dat het later een betaalmiddel zal gaan worden als er eenmaal zelfrijdende taxis zijn en dat je dan in zo'n taxi kunt stappen en af kunt rekenen met bijvoorbeeld Bitcoin. En wat dan belangrijk is bij dit soort bedrijven die beursgenoteerd zijn, dus ook bij Tesla, is dat het wordt meegenomen op de resultaten. Ja, winst nemen, dat doen ze pas wanneer bitcoins worden verkocht. Maar het verlies moet je wel meteen nemen. Dus mocht nou de koers van bitcoin zakken onder de koers waarvoor Tesla bijvoorbeeld gekocht heeft, dan moeten ze dat verlies al meenemen in de resultaten telkens. Dus dat heeft al direct impact op kwartaalcijfers. Want als de koers dus daalt, dan hebben ze in principe een verlies. En dat wordt ook meegenomen in die kwartaalcijfers, waardoor daar ook de winst dus lager uitvalt. Maar wat vooral belangrijk is dat het denk ik de deur opent voor andere bedrijven om dit ook te doen. Juist omdat Tesla laat zien dat het ook met hele grote bedragen van meer dan $1 miljard dus gewoon mogelijk is om als beursgenoteerd bedrijf hiermee bezig te zijn. Kijken we naar het andere punt, dan was dat over ARK Invest. ARK Invest over Bitcoin. In de video van afgelopen maandag keken we naar de Big ID's van ARK Invest. En specifiek in die video hadden we 3 hoofdstukken. Die gingen over bankieren, digital wallets en dus ook cryptocurrencies zoals Bitcoin. Waarbij ARK opmerkt dat de koers naar $40.000 kan gaan als bedrijven in de S&P 500 1% van hun cash in Bitcoin stoppen. Nou, op dit moment, zoals gezegd, vandaag heeft Bitcoin de $50.000 al aangetikt. Maar begin het jaar stond hij eigenlijk nog net onder de 30.000. En dat is ook het moment dat ARK Invest het onderzoek heeft gedaan. Dat is natuurlijk voorbereid voor 2021. Dus toen was de koers nog lager. Dus vandaar hun voorspelling voor 40.000. Maar ze hebben ook een voorspelling gedaan of een berekening gemaakt van wat er gaat gebeuren met de koers, of wat er kan gaan gebeuren met de koers van Bitcoin als bedrijven in de S&P 500 10% van hun cash in Bitcoin stoppen. En dan zou de koers wel eens naar $400.000 kunnen gaan. En behalve beursgenoteerde bedrijven heb je ook veel institutionele beleggers. En ook zij investeren natuurlijk het geld op zoek naar rendement. ARK denkt dat dat tussen de 2,5 en 6,5% van hun portefeuille moet zijn, wat in bijvoorbeeld Bitcoin moet zitten, waardoor de koers alleen op dat nieuws zou kunnen stijgen naar $200.000 tot $500.000. En kijken we naar de toekomst, want ik weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren met de koers. En dat weet eigenlijk ook niemand. Maar we kunnen wel zien dat er steeds meer interesse komt voor cryptocurrencies. Want waren het in het begin eigenlijk echt de nerds, de mensen die vooral bezig waren met computers die het eerst hadden. Toen kwamen later de particulieren en daar zagen we natuurlijk die flinke piek in 2017. Vorig jaar waren het al een beetje de miljardairs die hiermee bezig zijn. En de laatste tijd is ook vooral beursgenoteerde bedrijven. En ik verwacht dan ook dat de komende tijd veel meer geld naar crypto zal gaan. En dat betekent dat ik ook verwacht dat uiteindelijk de koers zal gaan stijgen. Niet meteen en zeker niet in een rechte lijn. Het zal met grote pieken en diepe dalen gepaard gaan. Maar op lange termijn denk ik wel dat het steeds meer waard zal gaan worden. Dat die koers zal gaan stijgen. En dat is dan ook de reden dat ik DCA ga toepassen. Oftewel dollar cost average. Waarbij ik dus iedere maand hetzelfde bedrag ga inleggen. Ongeacht of de koers nu gestegen is of gedaald is. Is hij gedaald, dan kan ik eigenlijk wat meer kopen voor hetzelfde bedrag. Stijgt hij, nou dan kan ik net wat minder kopen voor dat bedrag. Maar is mijn positie die ik al had wel meer waard geworden. En ook vooral belangrijk om te zeggen dat ik eigenlijk crypto behandel als een risicovolle belegging. Dat wil zeggen maximaal een paar procent van je totale vermogen. En ik doe dus 100 euro als voorbeeld. Maar kijk dus even welk bedrag dat voor jouw situatie zal zijn als je het met een paar procent van je vermogen doet. En dan zijn de meeste kijkers van mijn kanaal mensen die bezig zijn met aandelen. En je kan Bitcoin ook indirect kopen door middel van een ETF. Zoals bijvoorbeeld de Bitcoin ETF van Eck. Ook die heb ik laatst besproken in een video. Maar hier bezit je in principe niet zelf de Bitcoin. Heb je te maken met wat hogere kosten. En ook met transactiekosten die wat hoger zijn. Omdat je een paar euro betaalt. Omdat het op de Duitse beurs genoteerd staat. Dat is denk ik vooral interessant als je alles bij één broker wilt houden. Bijvoorbeeld dus bij de Giro. De Giro is de broker waar ik het meeste gebruik van maak. Voor mijn aandelen. Net zoals heel veel van mijn volgers. Mocht je daar een account willen openen en beginnen met aandelen, klik dan op de link onder de video. Het kost niets om een account te openen, maar het helpt wel het kanaal. Dus dat waardeer ik enorm. Maar wij gaan nu dus zelf direct onze crypto kopen via Coinmerce. Want op deze manier kunnen we meer dan 140 verschillende coins kopen en kunnen we onze portfolio volledig richten op crypto. Ben je nieuw bij Coinmerce? Open dan een account via de link onder deze video. Ze hebben op dit moment trouwens ook een Valentijnsactie die geldig is van 14 tot 21 februari 2021. Mocht je 50 euro of meer storten, dan krijgen zowel jij als ik 10 euro vergoeding in de vorm van Bitcoin. En in samenwerking met Coinmerce gaan we dan volgende maand een prijs verdelen onder de top 10 van mensen die zich aanmelden via die link. En loggen we dan in bij Coinmerce op je eigen account, op je eigen dashboard. Dan krijg je dit als volgt te zien. Ga ik eventjes inzoomen dat het wat groter is. Welkom bij je portfolio. Ik heb verder nog geen coins, maar we zien hier wel wat trending is, welke stijgers en dalers er zijn. Maar we willen eerst even gaan kijken naar de wallets. Want hier kun je bijvoorbeeld eerst zorgen dat je geld stort. Dat heb ik straks gedaan met 100 euro. Dat kun je door hier rechts op koop te klikken. En door middel van bijvoorbeeld Ideal kun je dan vrij snel al je eerste geld storten om vervolgens een aankoop te doen. Nou, dat kunnen we doen door hierboven naar coins te gaan. Dan krijg je een overzicht van alle coins. Ik wil gaan kiezen in deze video voor Bitcoin en Ethereum. In dit geval allebei 50 euro, 50 euro. Omdat ik Bitcoin zie als het soort van digitale goud. En Ethereum op de tweede plaats staat wat betreft waardering en of market cap, zo moet ik het zeggen. En ik dat veel meer zie als een betaalmiddel. Nou, klikken we op Bitcoin. Dan krijgen we de pagina te zien met het koersverloop van de laatste tijd, de laatste 24 uur. Maar bijvoorbeeld ook de laatste maand. We zien hier pieken, ook weer dalen en ook flinke stijgingen die vaak te maken hebben met groot nieuws. Bijvoorbeeld dat van Tesla, waarop de koers 11% omhoog ging. Willen we het kopen, dan kunnen we hier rechts klikken en dan maak ik van 100 euro maak ik 50 euro. Wat betekent dat ik 0,00012 bitcoin koop. Klik ik op koop, krijg ik een overzicht van de aankoop die ik wil gaan doen. We zien dus dat ik zoveel bitcoin krijg voor dit bedrag en geen transactiekosten. Klik ik op koop nu, dan zou de koop afgerond moeten zijn. En heb ik dus mijn eerste bitcoins gekocht. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Ethereum, ook dat wil ik gaan doen. We zien hier inmiddels dat dus 50 euro nog open staat en de rest in bitcoin zit. Dus we gaan wederom naar coins. We gaan in dit geval naar Ethereum. En hier doen we eigenlijk hetzelfde. Rechts in het menu veranderen we dit naar 50. Zien we dat we 0,0334 Ethereum daarmee kopen. Zeg ik koop. Kijken we of het klopt wat ik van plan ben. Zoveel Ethereum krijg ik voor 50 euro en geen transactiekosten. En ik zeg koop nu. En ook hiermee hebben we dan, als het goed is, onze eerste Ethereums gekocht in dit voorbeeld. En gaan we terug naar onze wallet. Dan zien we dat we inmiddels geen geld meer in Coinmerce coins hebben zitten, ofwel geen cash geld eigenlijk, maar dat we nu dus onze eerste aankopen hebben gedaan. En in dit geval zijn dat dus Ethereum en Bitcoin, maar mogelijk in een volgende video dat ik ook andere coins of in een andere verhouding coins ga kopen, cryptocurrencies. Dus mocht je nog tips hebben, laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Als je een interessante altcoin hebt, leg ook vooral uit waarom je die interessant vindt. Of heb je nog andere tips of feedback, laat ook dat achter in de reacties onder deze video. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze eerste video. In deze nieuwe serie waarin we dus 100 euro per maand in cryptocurrencies gaan investeren. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef even een duimpje omhoog om het kanaal te helpen. En zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. En wil je meer video's zien waarbij nog geen lid van het kanaal. Ik maak elke week zo'n 4 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik even op abonneren onder deze video. Eventueel op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.